We hebben dus 3 dagen open dagen. We hebben sowieso natuurlijk elke dag van alles te doen voor jong en oud. En dan proberen we eigenlijk op een heel leuke manier alles te laten zien wat onze machines heel goed kunnen. De specialiteit is innovatieve machines, compactheid en veel werk kunnen verzetten. Stiekem gewoon meer kunnen als een ander op een heel innovatieve manier. Op deze open dag hebben we eigenlijk, proberen we eigenlijk van alles te doen. Ook een beetje innovatieve dingen van hoe het werken is met 3D, omdat veel er toch wel een beetje misverstand over hebben. Maar ook een hele mooie machineshow proberen we neer te zetten om alles goed uit de voeten te laten komen. We hebben statische opstellingen van machines om eigenlijk in een statisch gebeuren te zeggen van kijk, in dit werk kan een machine heel mooi werken. En zo proberen we eigenlijk rondom alle machines heel mooi te laten zien. Het is uiteindelijk hier 10.000 vierkante meter onderdak. Dus ja, daar maken we ook gebruik van om onderdak ook 10.000 vierkante meter zowel eigenlijk de machines te laten zien, maar ook binnen op 7 plekken te demonstreren. Primeur is de 150F. Die is zelfs zo primeur dat het nou een prototype is, want die komt eigenlijk pas in maart, april uit. We zijn er wel heel erg blij mee dat al de nieuwe eigenaren in ieder geval voor de eerste 6 machines al bekend zijn. En we hebben de 12MTX van Mekelak als primeur. En van onze snellopende rupsen, daar hebben wij een nieuwe grote broertje van. We hadden dus al de 6 en de 8 tonner en we hebben nu de 10 tonner erbij. Dat is eigenlijk de primeurs die we tonen. En eigenlijk voor ons een buitenbeentje, voor een ander misschien een normaal begrip, een kniklader. We hebben een kleine kniklader, de AX, die is ook als primeur op deze beurs. Ik denk dat in de toekomst is het wel natuurlijk heel simpel zo dat de mensen, de ruimtes worden kleiner. De werken die gedaan moeten worden. Het sjouwen met machines om met 2, 3 machines op 1 werk te staan. Waarvan 2 multifunctionele machines het ook kunnen doen. Ik denk dat het wel een goede toekomst is. Iedereen zal niet meteen doorhebben wat onze machines eigenlijk allemaal kunnen. Maar we werken wel waar er eenmaal eentje draait. Dat ze dan zeggen, hey, dat is wel iets. En daar in die omgeving komt er dan vaak 1 uit. Dus werkt als een soort olievlekje. Bij de open dag een heel goed gevoel. Iedereen is sowieso heel erg leuk en tevreden. Dus dat is eigenlijk mooi. Al moet ik niet zeggen dat onze open dag niet erop gebaseerd is van we zullen we toch nou eens een keer stompen op de verkoop. Want de open dag is gewoon meer dat iedereen het gewoon echt leuk naar de zin heeft. Gewoon echt zeggen van nou, we hebben gewoon een leuke dag gehad. Want dat is eigenlijk wat we onze klanten terug willen geven. Of onze potentiële klanten. Gewoon een leuke dag geven in de beleving.